Tijdens deze webinarreeks gaat Itinera op zoek naar hoe ons land de coronacrisis achter zich kan laten en hoe België in 2030 opnieuw een leiderschapsrol kan claimen. Ons land was ooit nog een pionier in goed bestuur, maar zakte de laatste jaren langzaam maar zeker weg in de internationale rankings. Hoe komt dat? Ontdek samen met ons hoe goed bestuur, ondernemerschap en actief burgerschap de sleutel vormen tot een welvarend België. Welkom bij Perspectief 2030. Alle sprekers in onze webinars wezen expliciet of impliciet op de noodzaak van politieke vernieuwing. Itinera publiceerde er een opmerkelijk essay over van Christophe Convent, bedrijfsjurist en directielid van DPG Mediagroep. Hij komt straks uitgebreid aan bod. Bij Itinera schreef directeur Leon Neels al vaker over de politieke stilstand, microbeslissingen en het gebrek aan daadkracht, terwijl we die daadkracht absoluut nodig hebben. Samen met een sterke visie en ambitie. Welkom, Leo. Dank u. De complexiteit van ons land, dat wordt toch wel dikwijls aangehaald als argument voor stilstand, gebrek aan daadkracht. Is het dat? Dat roepen we vaak in en we zijn een complex land. Hè. We bemerkten dat met die 8 ministers van volksgezondheid die we plots bleken te hebben. Maar er zijn veel complexere landen. Hè. Duitsland bijvoorbeeld, een echte federale staat met zoveel länder. Zwitserland met zoveel kantons. En het zijn twee landen die het veel beter doen. En het ligt in de bestuurlijke processen en de bestuurscultuur, niet aan de complexiteit. Zwitserland, om het nog eens te noemen, 80% van het grondgebied is onbruikbaar. Behalve in de winter om een beetje te skiën, maar productief echt niet bruikbaar. En men staat toch aan de wereldtop in concurrentievermogen. Dus dat mag geen excuus zijn. Nee, nee. Waar ligt het dan aan? Want onze democratie werkt, denk ik, of niet? We hebben een land dat zich toch permitteert vaak geen regering te hebben. De lange regeringsvormingen zijn spreekwoordelijk, 541 dagen. Ja. We hadden 3 jaar, in de jongste 10 jaar, geen regering met volheid van bevoegdheid. Ja. En de huidige regering, die in het najaar pas is gevormd, gaat toch terug op de verkiezingen van mei 2019. Dus we doen daar te lang over. Dat wil eigenlijk zeggen dat je toch een hele zwakke bestuursploeg hebt, omdat je ze soms niet hebt. En wanneer we ze hebben, ontbreekt het ons aan daadkracht. Dan tonen regeringen zich zwak. Ze zijn sterk bij verkiezingen, ze maken programma's, ze gaan die allemaal uitvoeren, ze spreken die ambitie uit. En blijkbaar wordt het mandaat toch meer gebruikt met het oog op het verwerven van het volgende. Ja. En wordt elke beslissing aangetast, verzwakt, uitgesteld, omdat men vreest dat ze een herverkiezing in het gedrang brengt. Ja. En dat is niet oké. Men moet de verantwoordelijkheid nemen om te beslissen. Dat is de taak. Ja. Te veel invloed dan van partijen of voedt het korte termijn, denk ik, hoor ik u zeggen. Ja, we hebben een lodenparticratie. Dat is wetenschappelijk vaak onderzocht, goed gedocumenteerd. We noemen dat de particratie, wat eigenlijk wil zeggen dat partij en partijdige beschouwingen dominanter zijn dan het algemeen belang. En we kunnen dat eigenlijk vrij goed illustreren aan de hand van 2 voorbeelden. Politieke benoemingen, we hebben ze al een aantal keer afgeschaft, zo gezegd, maar we zien toch in de kranten de lijstjes verschijnen van hoe de politieke benoemingen zullen verdeeld worden of de carrousel. Het zijn illustraties heel recent uit de pers, dus ze zijn niet zo ver weg. Integendeel, het is een tak van sport die heel belangrijk is voor de regering en waar heel veel politieke energie in gaat. En dat zou niet mogen. En we zien ook de kabinetten. Wat we doen is dan die administratie die we politiek hebben benoemd, wantrouwen. Zeer eigenaardig. En wat doen we dan? Een soort hofhouding creëren rond de ministers. En u ziet de cijfers op de slide. Meer dan 800 kabinetsmedewerkers alleen op federaal niveau. Er zijn ook zulke legers
op regionale niveaus. En dat zijn mensen die vaak gerekruteerd worden uit de partijgetrouwen. En dat geeft een loden gewicht van partijen op de besluitvorming. En die korte termijn wordt daardoor beïnvloed. En de angst om te beslissen. En is dat zwaarder bij ons dan in onze buurlanden bijvoorbeeld? Dat is aanmerkelijk zwaarder bij ons dan in andere landen. In Nederland heeft een minister 4-5 persoonlijke medewerkers. Mm-hmm. En that's it. En werkt die met de administratie? Die als een soort civil service, mm-hmm. het begrip is Brits, maar bestaat daar ook nog echt, functioneert. Dus dat is hier een stoorzender in onze democratie. Ja. Maar toch hebben we, denk ik toch, een democratische besluitvorming en verkiezingen en samenstelling van het parlement en regeringsvorming. En wat schort er dan aan? Wel, wat eraan schort is, denken wij, samen met Michael Porter, die het boek The Politics Industry schreef, dat we naar de spelregels moeten kijken. Er is wat sleet op die democratische spelregels die eigenlijk een paar honderd jaar oud zijn. De particratie heeft daar wat meer zand in de raderen gebracht. En sommige spelregels zijn waarschijnlijk gedateerd. Want je ziet nu verdeelde parlementen. Mm-hmm. Onze eerste minister wordt onze vijfde eerste minister in 10 jaar en komt uit de zevende grootste regering. Regeringspartij van de meerderheid. Mm. Dus er wringt iets. Er is een fragmentatie van die zetels in het parlement. En er is een zekere vermoeidheid bij de bevolking. De bevolking haakt af bij verkiezingen. En men heeft nu de opkomstplicht opgeheven voor de gemeenteraad. De lokaal zegt, u moet zelfs niet komen. Mm. Wij denken dat het tegendeel waar is. Dat je terug die betrokkenheid van de bevolking met het politiek, met het beleid en met de toekomst van onze kinderen en het land moet herstellen. En hoe sleuren we die bevolking er terug bij? Hoe maken we ze terug warm voor politiek engagement? Wij denken dat het geheime wapen goed bestuur is. De landen die het beter doen, verschillen eigenlijk niet in zoveel van ons. Ze hebben daar ook geen goudaders of geweldige grondstoffen die ze kunnen ontmijnen. Het is beter bestuur. Mm-hmm. En dat rust eigenlijk op vertrouwen. En wat we zien is een merkwaardige paradox. Mm-hmm. Het aantal democratische rechtsstaten in de wereld neemt zienderogen af, zelfs binnen de Europese Unie. Maar we zien die paradox dat we in een van die traditionele democratieën leven, die we slecht onderhouden hebben, waar we niet zo goed mee omgaan en waar de bevolking de rug keert naar zijn instellingen. En wij zien goed bestuur niet alleen als noodzakelijk voor het resultaat, maar ook om die spelregels van een democratie te verbeteren. En daar moeten we durven naar kijken. Ja, en ik denk dat onze volgende spreker daar zeker verschillende ideeën over zal hebben. En itinera zou itinera niet zijn als er geen positief einde aankwam en een boodschap van hoop en aanbevelingen uiteraard. Zo is het. Christophe Convent heeft een absoluut merkwaardig essay geschreven met 7 aanbevelingen die we van bij itinera heel graag onder de aandacht hebben gebracht. Oké, fijn. Dankjewel Leo voor deze interessante inleiding. En om alvast de pijnpunten bloot te leggen en de particratie even te schetsen. Dankjewel. Laat ons overgaan naar Christophe Convent. Ik ben heel benieuwd wat hij hier nog aan toe te voegen heeft. Graag gedaan. Dankjewel. Welkom, Christophe. Dank je, Lien. Mensen kennen jou minder dan het andere DPG-gezicht, Christian van Tillo, mag ik dat zeggen? Dat klopt, dat is zo, zeer zeker zo. Een bewuste keuze is mij verteld om in de schaduw te blijven, maar toch, na 30 jaar slaagt Leo Neels er dan in om u toch uit de schaduw te trekken en mag itinera uw essay over politieke vernieuwing publiceren. Hij heeft er veel aan moeten sleuren. Om toch maar even te duiden hoe belangrijk dit is voor u. En u gaat direct naar de kern van de politieke vernieuwing zonder de conversation stopper staatshervorming te gebruiken. Il faut le faire. Hè? Dank u. Maar van waar was u eigenlijk zo getriggerd om zo'n essay te schrijven? Eigenlijk de jeugd, moet ik in alle eerlijkheid toegeven. We zijn in februari vorig jaar en de regeringsvorm loopt weer op een sisser uit. En ik had een mooi gesprek met mijn zoon, zijn vrienden en dergelijke meer. Mm-hmm. En daar kwamen een aantal zaken uit die ik vanuit mijn beleving soms wat te radicaal vond. En te afstandelijk ten aanzien van wat
ik aanzie als een ideale democratie. Mm-hmm. En dan krijg je voor de voeten gesmeten wat mijn zoon gedaan heeft. Van papi, als je het allemaal zoveel beter weet, schrijf het dan zelf eens uit. En toen kwam de lockdown... Ja, kijk, ja. De mondigheid van de jeugd. Hè. Toen kwam de lockdown eraan in maart. En dan heb ik maar van de nood een deugd gemaakt en ben ik... terug een aantal zaken gaan lezen die de laatste 10, 15 jaar gelezen had en daar proberen een ordening in te brengen. Mm-hmm. Maar ook vanuit de ingesteldheid van kritiek voeren op iets is gemakkelijk. Mm-hmm. Maar je moet ook, denk ik, dat stadium voorbij gaan en met voorstellen aankomen om het te verbeteren. Mm-hmm. Ik wil nog iets zeggen over de jeugd. Wat mij opvalt, is dat als ik kijk naar mijn generatie 30 jaar geleden, toen wij hun leeftijd hadden vandaag, dan... vind ik vandaag de jeugd eigenlijk maatschappelijk geëngageerder dan wij het waren toen. Wij waren veel meer bezig met onze carrière, dat is mijn souvenir in elk geval. Maar wat je merkt is dat bij de jeugd zij dat niet kwijt kunnen. Want het laatste waar ze aan denken is enige vorm van partijpolitiek. Dat zint hen niet. Mm-hmm. En die onverschilligheid ten aanzien van het politiek of democratisch systeem, dat is iets dat mij zorgen baart. Dan zit je niet alleen bij ons, zie je dat ook in Engeland, waar de jeugd massaal niet heeft deelgenomen aan het Brexit-referendum. En dat zijn tekenen dat we iets moeten doen om ons bestel terug op te waarderen. Ja. En u dacht, ik schrijf een essay om de jeugd te triggeren en ze er terug bij te betrekken. Voilà, hier is het. Jouw essay, Frans ook, omgekeerd. Ja. Voilà, te downloaden op de website van Itinera. Een essay. Met zeven heldere punten in hoe het volgens u beter kan. Ja, laat me eerst zeggen dat ik dit geschreven heb voor mijn inner circle. Het was absoluut niet de bedoeling om dit te publiceren. Mm-hmm. Dat zat niet in mijn hoofd. Maar ik heb het toen gedeeld met een aantal gelijkgestemden, gelijkgezinden. En die vonden het zeer lezenswaardig en hebben me aangespoord om het te vertalen. Ja. En toen is Leo Neels vrij snel, denk ik, we waren toen al ergens eind april, op het spoor gekomen van het document. En ontdekte hij dat ik daar de auteur van was. En Leo heeft toen maandenlang aangedrongen om het te mogen publiceren. En ik heb maandenlang geweigerd, maar uiteindelijk... Ja. Het heeft dan een tijdje anoniem gecirculeerd op het internet in juni. Ja. Vrij veel reacties opgebracht. En ja, kijk, uiteindelijk heb ik mijn akkoord gegeven. Waarom heb ik dit geschreven eigenlijk? Wat is het uitgangspunt? Is een dubbele vaststelling. Enerzijds zie je, en je kunt dat niet ontkennen, een onmacht van de politiek. Onmacht om een daadkrachtig beleid te voeren in het algemeen belang op de lange termijn. Mm-hmm. En je stelt dat vast, zowel federaal als regionaal. Federaal, ik denk dat ik open deur intrap als ik zeg dat onze fiscaliteit echt aan hervorming toe is. Ze is niet efficiënt en ze is vooral zeer onrechtvaardig. En toch geraken we daar maar niet. Regionaal, ik denk dat er een consensus bestaat wat mobiliteit betreft, dat rekeningrijden een heel mooie en duurzame oplossing zou zijn. Mm. En toch durft men het niet aan te pakken of door te voeren. En dan heb je aan de ene kant die onmacht van de politiek, waar het bestel en eigenlijk verhindert om effectief beleid te voeren. En langs de andere kant heb je een ontevredenheid bij de bevolking. Mm. Omdat je uit tal van universitaire onderzoeken, of het nu gaat over het noorden of het zuiden van het land, dat doet er niet toe, zie je dat niet minder dan 75% van de bevolking vindt dat onze democratie niet meer naar behoren werkt. Mm-hmm. Er is zelf bijna 50% van de bevolking herkent zich niet meer in het aanbod van een of andere politieke partij. Dat is enorm veel. En bij de jeugd is dat nog iets anders. Dat is niet onvrede, bij de jeugd is dat onverschilligheid. Mm-hmm. En daarom dacht ik, kijk, laat me even gaan. Ja. En heb ik... En dit is een beetje uit de hand gelopen hobby wat ik hier neergeschreven heb. Ja. U spreekt hier ook over nieuwe spelregels die nodig zijn. Kunt u dat nog wat meer kaderen? Ja, klopt. Mijn uitgangspunt, en dat is waar voor het bedrijfsleven, maar dat is ook waar voor elke sociale activiteit. Elke sociale activiteit die vergt deugdelijke, heldere spelregels om op een harmonieuze en een performante wijze te kunnen functioneren. Mm-hmm. En dat geldt evenzeer voor de politiek. Alleen, wat stellen we vast? Wij zitten met een aantal spelregels in ons bestel die ofwel hopeloos verouderd zijn, mm-hmm. omdat ze uit een andere tijd dateren,
Ofwel zijn er gewoon geen. Kijk nu even, als het gaat over het onderwerp van de regeringsvorm, daar zijn geen spelregels voor. Ja, in zo'n omstandigheid, als er ofwel voorbijgestreefde spelregels zijn of er geen zijn, in zo'n omstandigheid moet je niet verwachten dat die bijzonder sociale activiteit die politiek is, dat die op een harmonieuze en performante wijze kan functioneren. En nochtans, de kwaliteit van de spelregels die bepaalt de kwaliteit van het beleid. En daarom ben ik, raad ik of heb ik 7 systemische hervormingen aan, of beschreven of aanbevolen. Ja. In de hoop dat het een steentje kan bijdragen aan de renovatie van onze politiek. Oké, laat ons er maar ineens induiken dan. Hè. Uw eerste aanbeveling, een ander kiesstelsel. Wat is er mis met onze evenredig kiesstelsel? Je hebt gelijk. Ik pleit, althans voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, voor een meerderheidsstelsel. Mm-hmm. In theorie is het zo dat een evenredig kiesstelsel het meest democratisch lijkt. Ja. Omdat het verondersteld wordt een getrouwe weerspiegeling te geven van de verschillende stromingen in een samenleving. Mm-hmm. Alleen in de praktijk is dat zo niet meer. En is dat evenredig stelsel in de voorbije decennia, en niet alleen bij ons, maar ook in andere Europese landen, is eigenlijk een problematisch iets geworden. Het evenredig stelsel leidt altijd tot coalitieregeringen. Mm-hmm. En die coalitieregeringen, de vorming daarvan wordt alsmaar moeilijker. En dat is niet alleen bij ons. We hebben wel het wereldrecord op dat vlak. Maar ook in Duitsland, in Nederland, praat men nu van regeringsvorming van, of heeft men ze meegemaakt, van 6-7 maanden. Dus de stabiliteit van die regering is meestal vrij precair. En vooral, het beleid is niet coherent. En het is dikwijls een compromisbeleid van een beetje hier, een beetje daar. En dat leidt tot een groeiend ongenoegen bij de bevolking. Mm-hmm. En hoe drukt dat ongenoegen zich uit? Eigenlijk, en het evenredig stelsel is daar de aanleiding toe, het leidt tot wat men noemt directional voting. Nee, wat bedoelt men met directional voting? Het is eigenlijk de kiezer die zich in het kieshokje veel radicaler uitdrukt dan hij eigenlijk denkt en meent. Maar hij wenst het systeem onder druk te zetten. Een soort proteststem dan eigenlijk. Ja, klopt. Ja. En dus het evenredige kiesstelsel geeft dan aanleiding tot de groei van flankpartijen. Wij kennen er alles van, zeker in Vlaanderen. Waardoor dat de centrumpartijen gedwongen worden om toch maar coalities te vormen om een regering te kunnen vormen. En dat is waar bij ons, dat is waar in Duitsland, dat is waar in Nederland. En het gevolg daarvan is dat de alternance aan het bestuur, toch een van de pijlers van een democratie, dat die eerder virtueel dan reëel is geworden. Wat dan weer tot gevolg heeft dat de kiezer zich de volgende keer nog kwader gedraagt en die directional voting nog amplifieert. Kijk naar Nederland. Daar zijn 17 partijen verkozen in de Tweede Kamer. Dat is 3 maal zoveel als 50 jaar geleden. Ja. En daar zijn 4 nieuwe partijen van en 8 partijen hebben 5 zetels of minder. Dit kun je zeggen, dit is een getrouw weerspiegeling van de samenleving. Ik geloof dat niet. Ik denk dat de directional voting en dat wegstemmen van de politiek eigenlijk door die flankpartijen eigenlijk de hypothese van het evenredige stelsel, van die getrouw weerspiegeling, dat die eigenlijk ondergraaft. Ja. En wat zijn volgens u de voordelen van het meerderheidsstelsel? Want daar zien we toch ook wat uitwassen van de laatste tijd? Klopt. Een meerderheidsstelsel heeft in essentie 2 voordelen. Naar mijn beleving is het democratischer in de eigenlijke zin van het woord. Democratischer. De macht aan het volk. Waarom? Omdat in een meerderheidsstelsel de impact van het kiezen van de burger op wat uiteindelijk het bestuur zal zijn, wie de regering zal vormen, dat die veel groter is dan in een evenredig stelsel. In een evenredig stelsel beperkt de stem van de burger zich tot het onderling verdelen van de parlementaire zetels tussen de partijen om. Dus de machtsverhouding wordt daar vastgelegd. Maar eenmaal dat is gebeurd, zijn het de partijelites die gaan uitmaken wie de regering vormt. Dus een groot verschil. Dus het is democratischer, want de impact van die stem in zijn geheel genomen is groter. En het tweede grote voordeel is dat je overal waar het van toepassing is, die regeringen worden veel sneller gevormd, die zijn veel stabieler, die kunnen een coherenter beleid voeren, soms diepgaande hervormingen doorvoeren. En vooral, aan het einde van de rit,
Ze zijn vrij herkenbaar in het oog van de kiezer die hen kan belonen of bestraffen voor het voerde beleid. Bij ons is dat heel wazig. Zit je daar met 3, 4, 5 partijen of meer zelf partijen aan het beleid en iedereen kan zich verstoppen achter de onwillige coalitiepartner, want het is zover niet geraakt. In een meerderheidsstelsel heb je dat niet. Ja. En zijn er dan toch niet een paar addertjes onder het gras qua ja, toch wat polarisering of personencultus die dan meer naar boven komt in zo'n systeem? Nee. Polarisering is inderdaad een probleem. Je ziet in die stelsels dat het meestal leidt tot landen met een tweepartijsysteem of dominante tweepartijen. En die polarisatie gaat soms ver. In Amerika heb je dat de voorbije jaren gezien, met alle excessen van dien. Een meerderheidsstelsel bestaat in verschillende soorten en maten. Je hebt het Britse systeem, de first past the post, waar met in een kiesarrondissement de kandidaat die de meeste stemmen haalt, verkozen wordt. Maar hij moet daarom nog geen meerderheid hebben gehaald. Op zich, toegegeven, dit is niet bijzonder legitiem. Maar wat ook toe leidt, is dat je dikwijls ziet in zo'n arrondissementen dat mensen toch niet gaan stemmen, want ze zeggen, ja, dit is al sinds jaren dag conservatief. Mijn stem doet er niet toe. En dus dat leidt tot een zekere vorm van vervreemding. Het Franse systeem is anders. Dan heb je een meerderheidsstelsel in twee ronden, waar in de eerste ronde de kiezer zijn voorkeur uitspreekt voor zijn voorkeurskandidaat. In de tweede ronde komen de beste kandidaten naar voren. En die moeten het uiteindelijk uitmaken. En daar spreekt de kiezer zijn voor de raison uit, want hij heeft eigenlijk in het achterhoofd de landelijke tendensen. En hij kan zeggen van, ik herken mij meer in, ja, weet ik, een linkse regel of een rechtse regel. Dus hij deelt daarin mee in de uiteindelijke bepaling van het bestuur. Dus voor de keur en voor de raison. Ze kunnen het toch altijd mooi uitleggen, die Fransen. Ja, absoluut. Ja. Je moet het hem meegeven. Maar het is niet alleen dat. Ik beschrijf het niet in het boekje, want het zat toch niet, toen nog niet echt op mijn radar. Maar je hebt een andere meerderheidsstelsel, dat al 100 jaar van toepassing is, of meer dan 100 jaar van toepassing is in Australië. En nu ook opgang maakt in Amerika, verschillende staten en steden. Alaska heeft dat goedgekeurd bij de verkiezingen van de maand november. En dat stelsel noemt ranked choice voting. Dus het gaat ook over een meerderheidssysteem met kleine arrondissementen waar telkens maar één kandidaat kan verkozen worden. En de kiezer krijgt meerdere voorkeursstemmen die hij kan in rangorde verdelen over de verschillende kandidaten. Okay. Hij heeft 3, 4, 5 stemmen, het hangt af van de keuze die hij daarvoor maakt. En dan gaat men uitmaken, haalt iemand in de eerste ronde meerderheid, is hij natuurlijk verkozen. Is dat niet het geval, dan gaat de laagste kandidaat eruit en herreflecteert met die stemmen. En zo kom je tot de uiteindelijke winnaar. En wat zie je in zo'n systeem? Ik vind dat eigenlijk zeer interessant. Het trekt de polarisatie weg uit het systeem die je hebt met heel oude stelsels, zoals in Amerika met dat tweepartijenstelsel. En die polarisatie is eigenlijk iets heel bijzonders, omdat je, als je daar verder over nadenkt, het ook de polarisatie wegneemt tussen partijen die normaal gesproken dicht bij elkaar liggen. Ik ga een true Nederlands voorbeeld nemen, om geen Belgisch te moeten nemen. VVD en D66 zijn allebei liberale partijen. De ene een beetje meer rechts, de andere een beetje links. Die vissen eigenlijk in dezelfde kiesvijver. En ja, die interne concurrentie binnen een ideeënpijler, laten we het zo noemen, maakt dat de samenwerking heel moeilijk verloopt. En met ranked choice voting is eigenlijk een systeem, een meerderheidskiesstelsel, dat de polarisatie aan de extreme wegneemt, maar ook de interne concurrentie binnen dezelfde gedachte. Je kunt dat bij ons ook toepassen, bijvoorbeeld tussen Groen, zie maar hoe moeilijk het is voor Groen en SPA of Vooruit samen te werken. Ja. Die concurrentie is altijd. Ja. En dat is eigenlijk nadelig voor het bestel. Ja, zo zijn dus er inderdaad nog andere partijen. Je hebt daar een aantal variaties in de meerderheidsstelsel. Ja, oké. Okay. Er is toch een pleidooi voor meer samenwerking dan ook, hoor ik. Meer samenwerking tussen partijen dan op die manier. Ja, omdat ik blijf erbij. Ik bedoel, de essentie van een democratie, een van de essentiële van een democratie, is natuurlijk dat je een regering vormt for the people, by the people, zoals men het in Amerika zo mooi zegt. Maar dat veronderstelt dat je toch wel grote politieke fracties krijgt in de Kamer, zodanig dat je tot een coalitie kunt komen. Ja, dus en de kiesstelsel is daar eigenlijk het mechanisme voor. En je ziet dat het evenredig stelsel, dat eigenlijk België is het eerste land dat in 1899 het evenredig kiesstelsel heeft ingevoerd ter wereld. En dat is dan gemeengoed geworden over gans West-Europa, continentaal West-Europa. Althans, Engeland is steeds bij zijn meerderheidsstelsel gebleven.
In Frankrijk is daarvan teruggekeerd. Onder de Gaulle heeft men afscheid genomen van dat evenredig stelsel, omwille van alle kwalijke effecten. Maar wij zien nu ook in Nederland, in België, in Duitsland, zie je al die nadelen die daarmee gepaard gaan. Daarom. Dus ranked choice voting binnenkort of op middellange termijn voor België, we zullen zien. Laten we naar uw tweede aanbeveling gaan. U wil een herstel van het parlement in haar grondwettelijke bevoegdheden. Dus dat die hersteld worden. Wat bedoelt u daarmee mee? Wel, ik denk dat we het allemaal over eens zijn dat in een representatieve democratie het parlement een essentiële schakel is. Ja. Alleen de voorbije decennia is het parlement herleid tot een formele stemmachine van de wetten, de budgetten zelf, de grondwettelijke voorstellen, die in de schoot van de uitvoerende macht tussen de coalitiepartners worden gemaakt. En dat geldt zowel federaal als regionaal. De echte onderhandelingen over, laten we beperken tot de wetgeving, over onze wetgeving, die gebeurt niet in het parlement. De wetten worden daar niet aangemaakt, enkel gestemd. De echte onderhandelingen die gebeuren tussen de ministeriële kabinetten van de coalitiepartijen. Mm-hmm. Daar is niemand verkozen, maar daar zit de echte zeggenschap. Nu, dit is een weinig transparante vorm van aanmaak van wetgeving. Het heeft geleid tot een inflatie aan wetgeving over de laatste decennia. Je moet maar de pagina's van het Belgische Staatsbureau nanemen. Die is ongehoord. Onleesbaar ook. Ja, onleesbaar. En de wetgeving is ook al te vaak van een ondermaatse kwaliteit. Spijtig genoeg. En dat heeft te maken met de werkwijze. Want eigenlijk, door het feit dat de aanmaak van de wetgeving verschoven is van parlement naar regering, een coalitieregering dan nog, wat gebeurt er is dat de coalitiepartijen eigenlijk zonder de minste schroom heel vaak dossiers aan elkaar koppelen die met elkaar niks van doen hebben. Mm-hmm. En dan ontstaat er een spel van geven en nemen waarbij natuurlijk de intrinsieke merites van een wetsbepaling, dat die voor het algemeen belang, mm-hmm, dat is niet hetgeen prevaleert in zo'n gemarchandeer, koehandel laten we noemen. Ja. Maar het zijn wel de gepercipieerde partijpolitieke voordelen op de korte termijn die prevaleren in die discussie. Mm-hmm. En dat gemarchandeer, dat is iets heel kwalijks. En je merkt dat op alle mogelijke niveaus. Mm-hmm. En dus mijn aanbeveling is om aan, los van het herwaarderen van het parlement door een beter kiesstelsel, ook ervoor zorgen dat zij terug meer greep krijgt op de aanmaak van de wetgeving. En vandaar het voorstel van wat ik noem het functioneel tweekamerstelsel. Ja, ik las het. Heel interessant. Zijn er precedenten van in het buitenland? Je hebt iets dat in die richting gaat, nogmaals in Australië. Maar daar zijn we weer. Nee, echt niet. Nee, wat bedoel je juist met een functioneel tweekamerstelsel? Wel, ik denk dat onze democratie een nood heeft aan duidelijke scheiding, mm-hmm, tussen wat beleid is aan zich en wetgeving langs de andere kant. Dat zijn eigenlijk twee verschillende taken. En we hebben dus nood aan een nieuwe grondwettelijke check and balance, mm-hmm, in de vorm van een volledig herdacht tweekamerstelsel met zeer strikte taakafbaking tussen de Kamer enerzijds en de Senaat anderzijds. Mm-hmm. In dit systeem krijgt de Kamer, zoals dat nu reeds het geval is, exclusief de politieke functie toegewezen. Met politieke functie bedoel ik de investituur van de regering, de controle op de regering, het bespreken, het goedkeuren en het controleren van de budgetten, iets dat bij ons totaal niet meer geschiedt. En dat is dus de politieke functie. Ik voeg daaraan toe als enige wetgevende bevoegdheid het fiscaal recht en het sociaal zekerheidsrecht. Waarom die twee domeinen zijn zodanig bepalend voor de gezondheid van zo'n overheidsfinanciën dat je eigenlijk moeilijk kunt loskoppelen van het budget als zich. De Senaat aan de andere kant, die krijgt, het is de wetgevende Kamer, die krijgt al de overige wetgeving, inclusief de grondwet, toegewezen. Dus toch de Senaat reanimeren, hoewel ze toch zo goed als op de schop gaat nu? Ja, ik weet, het gaat tegen de tijdsgeest in, maar ik denk persoonlijk dat dat dit een fout is en dat je daar de Senaat eigenlijk uit haar nutteloosheid moet verlossen door haar heel specifiek een aantal die wetgevende taak toe te eigenen en of toe te vertrouwen. Ja. Ik denk dat daar een aantal voordelen aan verbonden zijn. Maar ze moet zich dan wel heruitvinden, begrijp ik, de Senaat. Ja, absoluut. Ze moet totaal heruitgevonden worden. Laat me heel duidelijk zeggen, een Kamer met de politieke functie, die verkies je best voor de meerderheidsstelsel, omdat je daar grote politieke fracties hebt die dan
snel een stabiele regering kunnen vormen. Mm-hmm. De Senaat daarentegen, in haar wetgevende functie, mag best volgens een evenredig stelsel verkozen worden, omdat de aanmaak van de wetgeving of van de grondwetgeving natuurlijk baat heeft bij een groot mogelijk legitimiteit en draagvlak in de bevolking. Mm-hmm. De Senaat heruitvinden kan tot drie voordelen leiden, of zal tot drie voordelen leiden als wetgevende Kamer. Het eerste is heel duidelijk. Het moet, de Senaat in zo'n configuratie, moet dé motor worden van het stroomlijnen van de inflatie aan wetgevingen die we over onze maatschappij over zich heen heeft gekregen de voorbije decennia. En dat is heel wat. De kostprijs van deze overdaad aan wetgeving, en dikwijls van een heel bedenkelijke kwaliteit, de maatschappelijke kostprijs is enorm. Het aanhouden van de Senaat, van een competente Senaat, om dat te stroomlijnen, zal een besparing opleveren die een veelvoud is van de kostprijs van zo'n orgaan. Mm-hmm. Tweede is, ik denk dat als je de Senaat beschermt in haar onafhankelijkheid ten aanzien van de partijpolitiek, dat je daar mensen kunt voor aantrekken die anders het systeem niet meer aantrekt. Dat er competenties uit de samenleving gaan komen die zeggen, tja, ik wil toch wel eens een aantal jaren van mijn leven besteden aan het algemeen belang, aan dat wetgevend werk. En een derde voordeel van het aanhouden van een Senaat, ik denk dat dat de ideale plek is. Het forum bij uitstek waar je een plaats kunt geven aan het concept van de participatieve burgerdemocratie. Okay. Ik ben daar een enorme voorstander van. Mm-hmm. Voor heel specifieke thema's denk ik dat zo'n burgerpanels een adviserende rol kunnen geven aan de politiek, of aan de wetgevers, in dit geval de senatoren, en een aantal thema's verder weg uit het steriele partijpolitieke spel tillen. En dan denk ik aan levensbeschouwelijke thema's. Abortus, euthanasie. Dat kan gaan over de al dan niet afschaffing van de stemplicht. Het behoud van de assisejury. De voorwaardelijke vrijlating. Al van die thema's die echt in de samenleving leven. En waar je zo'n panels met experten eigenlijk kunt verrijken. En adviseren aan de wetgever om te zeggen, dit laten we doen. Dus ik geloof dat echt dat een absolute meerwaarde zou bieden. Nog even over die onafhankelijkheid. Omdat u zegt, die worden dan wel in uw voorstel met evenredig stelsel verkozen. Hoe onafhankelijk zijn die dan van hun partij? Want zo onafhankelijk, enfin, die worden ook beïnvloed door hun partij natuurlijk. Hè. Verschuift je de koehandel dan niet naar de Senaat? Nee. Ja, dat is een heel pertinente opmerking. Kijk, je gaat die senatoren enkel beschermen. Je moet ze echt beschermen. De grond moet ze beschermen tegen die partijdruk. En hoe doe je dat? Eigenlijk door ze te beschermen tegen wat ik zou noemen het electoralisme. Ik heb destijds met heel veel interesse het boek gelezen van David van Rijbroek, Tegen verkiezingen. Ja. En ik was daar grotendeels mee eens op één zaak na. Eén van de ziekten is de herverkiezing. Dat is een probleem. Verkozen raken is één zaak, maar als je dan begint te ageren in de politiek met als enig oog de herverkiezing, dan kom je problemen tegemoet. Mm. Dus verkies die senatoren voor een lange termijn, in mijn boeken schrijf ik 10 jaar, eenmalig, niet vatbaar voor herverkiezing, maar ook niet benoembaar gedurende hun termijn, nog 5 jaar daarna, in een of andere bestuurlijke functie. Dus mensen die echt, je moet ze natuurlijk ook behoorlijk vergoeden daarvoor, maar dan geef ik u mee, ik denk dat je heel veel competente mensen ook misschien oud-politici zult zien en zeggen, kijk, dat wil ik nog eens doen. 10 jaar lang in een heel mooie omgeving, met het beste van mezelf geven en het algemeen belang om een conceptuele wetgeving en grondwetgeving uit te bouwen in het belang van dit land. Ja, op die manier zijn er wel mensen of experten dan, of oud-gedienden zoals u het noemt, wel te motiveren waarschijnlijk. Ja, u zou verrast zijn uit vele reacties die ik heb gekregen op dit essay. Ik denk dat er zo'n 10 of 15 waren die zeiden, mocht dit bestaan, dan zou ik ervoor gaan. Ja. En mensen die niets van doen hebben met de politiek, hè, die zeggen, dit trekt me wel aan. En dan zie je dus die onverschilligheid. Men wil eigenlijk niet in dit systeem treden omdat het zo'n aantal nadelige effecten heeft. Maar als je ergens mensen garantie biedt dat ze iets een steen kunnen bijdragen zonder dat zij partij aanhorig worden en dus een afhankelijke van denken verliezen, dan ga je inderdaad competente mensen aantrekken die wel hun steentje willen bijdragen aan de samenleving of aan de maatschappij. Daar ben ik van overtuigd. Oké, dus eigenlijk lange termijn denken, daar zijn we weer. Ja. Lange termijn engagementen vragen van mensen. U hebt het dan ook over de ministeriële verantwoordelijkheid. Daar had u ook aanbevelingen voor. Vertel. Ja, de ministeriële verantwoordelijkheid.
je kunt er niet omheen. Ministers treden in onze regering te veel op als behoeders van het partijbelang. Ze moeten zich ook profileren om hun partij op de kaart te zetten aan de komende verkiezingen. In essentie komen we daarop neer. En ze zijn te weinig behoeders van het algemeen belang. En ik denk dat, zoals je de senatoren in mijn ogen moet beschermen, moet de grondwet ook de minister in bescherming kunnen nemen. En ervoor zorgen dat zij tegen die partijdruk, dat zij meer kunnen ageren op de lange termijn in het algemeen belang en veel minder in functie van de partij. En dus zeg ik, kijk, ministerie verantwoordelijkheid, ik draai de zaak om. Ministers kunnen enkel ontslag nemen na een goedkeuring door de Kamer. Doen ze dat niet, dan is dat, heeft dat een sanctie tot gevolg. Namelijk dat zij dan voor de komende 5 jaar op geen enkel bestuurlijk niveau nog in aanmerking komen voor een mandaat. Dus minister, schepen, burgemeester, gewoon Europees commissaris, je komt niet meer in aanmerking daarvoor. Dit is natuurlijk... Dat is extreem, hè? Want die mensen, als zij zeggen ik wil ontslag nemen, dat mag dus niet na toestemming, zonder toestemming. Wat merk je vandaag de dag, dat als je dat... Je ziet dat partijpolitieke spel in die regering, of dat nu federaal is of regionaal, dat doet er weinig toe. Dat is de aard van het beestje. En men koppelt dossiers aan elkaar, men stelt eisen. Soms dreigt men met veto's of met ontslag. Ja. Men vertrekt ook dan effectief, dus de voorbije jaren een aantal keren schiet. Ja. En dat is eigenlijk een houding die niet strookt met het algemeen belang. Als minister ben je daar voor het algemeen belang en niet voor het partijbelang. Dus als je om die houding, om een heik te beschermen tegen die manier van optreden, moet je ervoor zorgen dat je er een persoonlijke verantwoordelijkheid maakt. En meent iemand echt dat hij niet meer bij machten is om te uitvoeren, leg de vraag voor aan de Kamer. Stemt hij daarmee in, dan neem je ontslag zonder gevolg. Ben je echt overtuigd dat het niet kan, dan neem je je eigen verantwoordelijkheid. Dat is gewoon de zaak op de juiste plaats. We zitten in onze samenleving. Het feit dat je mensen ontslag ziet nemen om ze enkele maanden later op een ander bestuursniveau terug te verschijnen met die glimlach, alsof er niets aan de hand is, dit vind je nergens anders terug in onze samenleving. En dus, ik ga ervan uit dat politiek te maken heeft met het algemeen belang. En dus moet je de lat hoger durven leggen. En dit is een gedrag dat je niet mag bevorderen. Integendeel, je moet het sanctioneren. Oké, dat is duidelijk. We gaan naar de volgende, de vierde. Het is super interessant, maar we hebben er 7 af te werken. Dus het vierde voorstel eigenlijk in uw essay gaat over de invoering van duidelijke regels voor de investituur van de federale regering. Ja, ik zei het bij het begin, daar zijn nu eens eenmaal geen regels voor. De grondwet kent daar geen regime voor. Het enige, men valt altijd terug op een overjaarsartikel en dat zegt de ministers zijn verantwoordelijk voor de Kamer. Ja. Punt. En van daaruit heeft eigenlijk het gewoonterecht afgeleid dat je een meerderheid nodig hebt in de Kamer om een regering te kunnen installeren. Dat is straf, dat is gewoonterecht. Dat is gewoonterecht, ja. Het enige wat je daarin terugvindt, waar het echt beschreven is, is in het reglement van de Kamer. Okay. Dat is alles. Voor de rest, nergens in de grondwet, geen enkele wet daaromtrent. Duidelijk uw huiswerk gemaakt voor wisten. Ja. Dus wat zie je, zeker in ons systeem, van evenredig stelsel, moet je coalitieregen vormen, heb je een versplintering en het kan soms maandenlang duren, raak je in impasses. En dan de enige uitweg uit zo'n impasse is dan wellicht het houden van nieuwe verkiezingen. Ja, ja. Nog eens. Sommigen pleiten daarom om de invoering van een wettelijke deadline, zoals je in Spanje hebt of in Israël. Maar dat is misschien een goed idee op papier, maar in de realiteit is het een heel nefast idee, laten we het zo doen, of een kwalijk idee. Kijk naar wat de ervaringen in die twee landen hebben opgeleverd. Hebben ze in Israël voor de vierde maal in amper 2 jaar tijd verkiezing gehouden. Ook dat heeft niet echt een meerderheid teweeg gebracht. Mm-hmm. En men spreekt nu al, als ik de media op nalees, dat de mogelijkheid van een vijfde verkiezing binnen 6 maanden, dat die zeer groot is. Hoe lossen we dat op? Kijk, dus laten we eerlijk zijn. Ik heb... Als je naar een meerderheidskiesstelsel gaat, dan gaat het al iets gemakkelijker gaan, omdat je grotere politieke fracties hebt. Maar dat neemt niet weg dat ik in het essay echt een pleidooi heb gehouden voor het mogelijk maken van minderheidsregeringen. Dat lijkt heel bizar in onze politieke cultuur, maar neem nu al de Scandinavische landen, neem nu Nieuw-Zeeland, nu Canada, dat zijn allemaal zeer gezonde democratieën en zeer welvarende samenlevingen. Die landen zijn gekenmerkt door minderheidsregeringen. Mm. In Canada is het zelfs zo, in de grondwet, dat de grootste partij, of zij nu een meerderheid heeft aan zetels, ja of nee, automatisch de regering samenstelt. Okay. Dat zit daar zo ingebakken.
Dus vanuit mijn oogpunt moet je een getrapt systeem uitwerken waarbij dat je uitgaat van het meerderheidssysteem, 50% goedkeuring in de Kamer. Heb je na 3 maanden geen regering, dan zakt die grens naar 45%, na 6 maanden naar 40% en pas daarna verkiezingen. Wat je gaat merken is dat dit gaat de partijen toe aanzetten om veel constructiever, en vooral de kleine partijen, uit schrik van uit de boot te vallen, veel constructiever mee te werken aan de vorming van zo'n coalitie. Maar nogmaals, dit, in mijn oogpunt, als je dat hebt met een meerderheidskiesstelsel, zal eigenlijk een minderheidsregering minder van tel zijn. Maar dit is eigenlijk een origineel voorstel om op een getrapte wijze een regering mogelijk te maken, wees het met een minderheid. En zo zal het dan allemaal sneller vooruit gaan. Ja, en je hebt in onze grondwet natuurlijk wat wij noemen de constructieve motie van wantrouwen. Mm-hmm. Mocht na verloop van tijd, je installeert de regering met 40%, maar van na verloop van tijd vormt zich een andere meerderheid, dan kun je die regering omverwerpen en met een meerderheid installeren. En voor het stemmen van die wetgeving, zoals u daarnet zei, moet er dan wel nog een meerderheid zijn? Ja, dus in een functioneel tweekamerstelsel heb je de politieke functie in de Kamer, maar moet de regering sowieso naar de Senaat om haar wetgeving voor te leggen of de Senaat te laten bespreken en goedkeuren. Ja, dus daar dan wel. Oké, interessant. Een getrapt systeem. Kijk, dan gaan we naar de partijfinanciering. Daar had u ook een opmerkelijk voorstel voor, dat de partijen zal triggeren om er vaart achter te steken. Wel, het is niet mijn voorstel, maar het is een idee dat herhaaldelijk naar voren is gekomen ten tijde van de lange, lange onderhandeling naar de volgende regering. Laten we heel duidelijk zijn. Ons land is bijzonder gul met overheidsgeld voor de politieke partijen. Dat wordt jaar in jaar uit berekend. Het gaat ongeveer over 72 miljoen euro. Ter vergelijking, Nederland, iets groter land dan wij, ook iets beter beheerd, daar bedraagt het maar 17 miljoen euro. Laten we er geen twijfel over bestaan. Overheidssubsidies aan private organisaties, men vergeet dat om, het zijn private organisaties, partijen, dat dient een maatschappelijk doel. En wat is dat maatschappelijk doel? Is eigenlijk onze democratie beter doen functioneren en te beschermen van een plutocratie zoals je in Amerika hebt. Maar er is evenmin een twijfel dat binnen dat maatschappelijk doel, dat veronderstelt beleid, de belastingbetaler die zo'n som geld stort naar de partijen, die er dan maandenlang niet in slagen om een regering te vormen, dat strookt niet met het beoogde maatschappelijk doel. Dus ik heb gedurende lange impasses zag je dat her en der verschijnen. Laten we die partijfinancier opschorten, de dag van de verkiezingen tot de dag van de investituur van de nieuwe regering. Ik onderschrijf dat. Maar ik kan u verzekeren, als je dat doorvoert, dan zal het snel gedaan zijn. Dan gaat de constructieve houding heel rap. Thucydides heeft... Ik dacht dat van Napoleon, l'argent et le nerf la guerre, maar het is Thucydides die het schreef, ik denk 3 eeuwen voor Christus. Okay. Wat toen gold, geldt vandaag nog altijd. Als je dat opschort, gaat het gewoon door normale logica der dingen zijn dat partijen veel sneller tot constructieve gesprekken gaan komen. Oké. Okay. Interessant. Ik denk dat het inderdaad wel een paar mensen gaat wakker schudden, zo'n voorstel. Maar oké, zullen zien. Het volgende is het correctief referendum. Een heel interessant idee, vond ik, als ik het las. Dank u. Ja, het komt niet van mij. Het referendum is, iedereen weet dat, het instrument bij uitstek van de directe democratie. In landen die traditie hebben, iedereen denkt dan onmiddellijk aan Zwitserland, maar je hebt ook een aantal Amerikaanse staten die dat meer dan 100 jaar reeds hebben. Als je die traditie hebt, dan werkt dat zeer goed. En je ziet een grote correlatie tussen een aantal welvaartscoëfficiënten. Zwitserland is vrij illustre voorbeeld wat dat betreft. Landen die traditie niet hebben, daar loopt het heel dikwijls fout. Als je de burger dan toch eens de mogelijkheid geeft zich uit te spreken met een referendum, dan gaat hij bij het uitbrengen van zijn keuze of zijn stem zich laten begeleiden of ze laten beïnvloeden door aangelegenheden die eigenlijk weinig van doen hebben met de eigenlijke vraag van het referendum. Het Brexit-voorbeeld is daar een heel triest voorbeeld van. En toch verdient het referendum ontegensprekelijk een plaats in ons grondwettelijk bestel. Ik denk 2 of 3 jaar geleden is daar in Nederland een heel mooi studie over verschenen door een parlementaire commissie, de parlementaire commissie Remkes. En die beschrijft heel duidelijk wat bij ons in onze particratie misschien nog meer uitgesproken zo is,
dat in een representatieve democratie met coalitieregeringen het heel goed kan voorkomen dat er wetten worden gestemd door het mechanisme van geven en nemen tussen de verschillende coalitiepartners, waarvoor eigenlijk inhoudelijk in het parlement geen meerderheid is. Ja. Laat staan, wellicht ook niet in de bevolking. Maar de politieke arbitrages maken dat je daar geraakt. En daarom hebben zij, dat is een tweede nieuwe check and balance naast het functioneel bicameralisme, hebben zij pleit die commissie voor de invoering van een correctief referendum. Het is nu een wetsvoorstel geworden in Nederland. We zullen zien wat de coalitiebespreking daarvan maakt. En wat is een correctief referendum? Het is een referendum dat enkel kan opkomen tegen een wet of een grondwetswijziging die reeds door het parlement is gestemd, alvorens het in werking treedt. Okay. Dus je kunt geen referenda organiseren over alles en nog wat, weet ik veel, het herinvoer van de doodstraf. Nee, de bevolking, we zijn in een representatieve democratie, het parlement stemt de wet, maar de bevolking als een ultieme veiligheidsklep kan eigenlijk, maar je moet de drempels vrij hoog stellen, kan eigenlijk zo'n referendum aanvragen en zeggen nee, daar zijn we het niet mee eens. En eerlijk gezegd, het gaat niet zozeer over het feit dat je om de haverklap zo'n referenda zou hebben, maar het institutioneel risico, door dit in te schrijven in de grondwet, dat risico dat de bevolking daarmee zou kunnen afkomen, gaat de politiek, en daar ben ik het volledig mee eens met die commissie in Nederland, toe brengen van meer aandacht te besteden aan wat de verzuchtingen in de bevolking juist zijn, dan aan de noodwendigheden van hun eigen partijpolitieke arbitrages. Ja. En daar hun sporentikkels. Wat zijn dan juist de voorwaarden die aan zo'n correctief referendum moet hangen? Want er lijkt een heel hoog aantal handtekeningen om in te voeren. Een heel duidelijke aanwijzing van de wetswijziging of grondwetswijziging waar ik niet mee eens ben. Een heel hoog aantal handtekeningen. En dan moet je natuurlijk een meerderheid hebben. En de discussie is altijd of dat je, en daar ben ik dus met die commissie niet eens, of dat het dan binnen is, ja of nee. Ik vind dat in een representatieve democratie, zelf al zou je meerderheid hebben tegen een of andere wetswijziging, het parlement, maar dan met grote meerderheden, dan toch moet zeggen, dit achten wij zeer belangrijk voor het algemeen belang in dit land. En wij gaan dit toch goedkeuren. Ja. Ik denk dat je dat moet laten. Okay. We hebben al heel veel gesproken over wetswijzigingen en grondwetswijzigingen die zullen nodig zijn. Uw laatste aanbeveling gaat specifiek over die grondwetswijzigingen, herzieningen. Dat moet vlotter kunnen? Ja, klopt. De procedure tot grondwetsherziening, zoals wij die kennen, sinds 1831, die is dringend aan herziening toe. De grondwetgever van 1831, die wou eigenlijk de burgers, of de kiesrechterburgers van destijds, actief betrekken bij een eventuele wijziging van de grondwet. Ja. En wat is het mechanisme dat men daartoe bedacht heeft? Het parlement stemt een lijst artikelen van de grondwet die voor herziening vatbaar zijn. Mm-hmm. En door die stemming wordt het parlement automatisch ontbonden en ontstaan er nieuwe verkiezingen. En het idee toen was dat natuurlijk die artikelen het centraal onderwerp of thema gingen zijn van de kiescampagne. Mm-hmm. Was dat toen zo? Want nu is dat niet meer zo. Men heeft eigenlijk decennia lang geen grondwetswijziging doorgevoerd. De eerste dateert, als ik het voor heb, van 1899. Als men overgestapt is van een meerderheidskiesstelsel naar een evenredig kiesstelsel. Want wij, de eerste 70 jaar, heeft België een meerderheidsstelsel gekend. Ook in twee ronden, eigenlijk het Frans systeem. Maar dat wil zeggen dat iedereen dan in verkiezingsmodus zit, terwijl het eigenlijk over de grondwet moet gaan? Ja, de mensen weten het niet, maar de laatste 33 jaar is elke ontbinding van het parlement gepaard gegaan met de stemming van een lijst tot herziening van. Dus je ziet een permanente iets. Ja. Maar het probleem is daardoor dat eigenlijk de betrokkenheid van de burgers in dode letter, omdat, zoals je terecht zegt, natuurlijk het is niet het centraal thema van de kiescampagne, het komt er eigenlijk nooit aan bod. Maar je hebt een ander nefast effect, is dat de bespreking over de grondwet herzien, dat die stevast samenvallen met de bespreking over de vorming van een regering. En dan zie je heel dikwijls in de geschiedenis dat dat heel lang valt. De natuur van die twee onderhandelingen is totaal anders. De vorm van een regering gaat eigenlijk over een korte termijn iets, 4 of 5 jaar, regeren. Het wijzigen van de grondwet moet je eigenlijk op een lange termijn zien. En dus die natuur is helemaal anders in mijn vreemde zaak. En finaal heb je een grondwet die decennia lang een voorbeeld is geweest wereldwijd, waarop tal van landen hun democratie hebben uitgetekend. En als het vandaag de hand neemt, is het bijna onleesbaar geworden. En ik heb daar een probleem mee, omdat een gezond burgerschap veronderstelt
dat de instellingen leesbaar zijn. De leesbaarheid van de instellingen vind ik heel belangrijk. Mm-hmm. En dit is nu zo'n amalgaam geworden, dat je eigenlijk de burger... En dat ligt ook een deel van de onverschilligheid van de burger ten aanzien van het systeem. Ten onrechte. En is het geen gevaar dat als het nu gemakkelijker aanpasbaar zou worden, dat er nog veel meer aan gemorreld zal worden en eigenlijk een grondwet niet meer... In mijn hoofd is dat stabiel en lange termijn en niet te gemakkelijk aanpasbaar, omdat dat het fundament zal zijn van de rechtsstaat. Is daar dan geen gevaar als dat gemakkelijk aan te passen is? Ik deel dat het allemaal nog veel erger wordt. Ik deel terecht uw aanvoelen. Stabiliteit is heel belangrijk, maar... Kijk, ik zie mijn voorstel een beetje als een vrij coherent geheel. Ja. Er zijn twee belangrijke check and balances die je moet invoeren alvorens je dat mogelijk maakt. Eén is het functioneel tweekamerstelsel, waarbij de grondwet geen bevoegdheid gaat naar een senaat die beschermd wordt in zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de partijpolitieken. Mm-hmm. Die senatoren die voor lange tijd mee worden verkozen. Mm-hmm. En het tweede is de invoering van een correctief referendum, zodat je... Wat nu een illusoire betrokkenheid van de burgers is bij een grondwet herziening, dat je die wel hebt, mocht er iets gestemd worden waar de burgers het niet mee eens zijn, dat zij de mogelijkheid hebben om daartegen op te komen met een correctief referendum. Dus die twee nieuwe check and balances moeten maken dat je eigenlijk dat nu mechanisch wat een grendel is en zeer averechts werkt, dat je het eigenlijk oplost. Ja. Oké, dankjewel. 7 zeer heldere, progressieve, uitzonderlijke standpunten soms, maar alvast constructieve, denk ik. En zeker het lezen waard te vinden op de website van Itinera. Ja. Toch een eye-opener, wat mij betreft. Dank je wel. Dank je wel, heel erg. Christophe Convent. Dank je, Lien. Een essay met impact dus. Daar heeft hij het voor gedaan, denk ik. Bedankt, Christophe. En uiteraard ook bedankt u, dames en heren, voor uw aandacht. Volgende week blikt Leo Neels terug op de 12 webinars en de voorstellen van de sprekers. Hij zal vooral vooruitkijken, want de reeks kreeg heel bewust de naam Perspectief 2030 mee. De regeringen dienen nu hun relanceplan in bij de Europese Commissie, die het plan zal evalueren. Doen we deze keer genoeg? Handelen we naar ons potentieel? Blijven we enkel doen wat haalbaar is? Of leren we om te doen wat absoluut noodzakelijk is? U hoort het volgende week van Leo Neels. Tot dan.